Hallo iedereen! Hoi. Leuk dat je kijkt naar een extra video! Ja, we gaan iets heel leuks doen, want we hebben het al super vaak voorbij zien komen, vooral ook in Amerika, dat YouTubers naar de allerslechtste beoordeelde beauty salon gaan van hun stad. Ja. Dus wij hebben dus op Google opgezocht wat nou de slechtste ratings heeft, welke beauty salon. We hebben hem gevonden inderdaad en wij gaan dan voor onze nagels, voor onze teennagels om precies te zijn. Nou, we hebben echt walgelijke recensies gelezen. Echt gewoon verschrikkelijke service en vies en dit en dat. En tot bloedens toe, dat de nagelriemen werden afgeknipt en dat er allemaal bloed was. Ja, of schaven met eelt en tot bloedens aan toe. Ja, maar ik word dan nu helemaal zenuwachtig. Ik ook, ik vind het doodeng dat iemand dan nu gewoon met mijn voeten aan de gang gaat. En dat je gewoon, nou ja, straks vliegt mijn teen eraf. Nee, maar we hebben elkaar en weet je, als het te ver gaat, dan kunnen we er gewoon wat van zeggen. Ja, oké, dat is waar. We hebben ook nog een mond. Inderdaad, oké, nou, let's go. Oké, we gaan naar binnen. Hallo. Goedemiddag. We willen alle twee een pedicure afspreken. Twee bij elkaar? Ja. Als dat kan. Tegelijk. Ja, of geen kleur, jawel. Met kleur. Met kleur. Ja, met kleur. Een beetje naar de 40 euro. Echt? Oh, ja. Oh, ja. Wat duur. Oh, ik kunnen we niet met kleur voor 35? Met kleur dan nog, maar met deze kleur wel. Die mag wel. Oké. Okay. Ja, we doen dan toch die kleur voor 35. Ja. Ja, ja. Nogmaals, kleur hierop. Ja. En daar ook tweede. Deze nagellak komen echt uit het jaar 0. Nou, misschien deze. Ik heb wel eigenlijk zoiets nu om. Het ziet er gewoon zo pauper uit, die flesjes. Die, jij wil vast deze niet. Oh ja, dat vind ik wel een hele mooie kleur. Ik ga zo even een massage aandoen. Heb jij de massage al aan? Ja. Oh, dat is heel lekker. Ja, heel veel. Wordt er nu allemaal afgeschraapt. Ik doe gewoon uit reflex helemaal zo met mijn been. Oh, oh, mijn schoenen. Oh, wat water. Hij was nog aan. Oh. Hij was helemaal overstroomd. Oh, wil je, can you take the shoes from the water? Ja, thank you. Ja. Oh, ik krijg nu de raps. Dit was eng. Eerst doen ze met een soort kaasschaaf namelijk. En dat voel je niet. Ik had helemaal anxiety als ik dit moet. Ja, ik moest net ook even slikken. Schat, mijn hele vel ligt nog steeds op haar schoen. Schat, nee, schat. Ik heb het gevoel. Mijn voeten zijn erogene zones. Jouw voeten zijn erogene zones? Extra gevoelig. Ja, mijne ook, denk ik dan. Vooral bij de bal van je voet.
Je lijkt wel mental. Gewoon klaar voor het gesticht. Volgende. En deze is erger, dus je linker. Altijd erger met alles. Altijd pijnlijker, altijd gevoeliger. Ja. Ja. Dit is mijn zus. Oh, jouw zus. Ja. Nee, maakt niet uit. Gezellig bij mijn sussie. Dit is wel handig. Ja, die ventilator. Dat is ook in New York. Dit doet mij in ieder geval heel erg denken aan New York. Toen wij al altijd onze nagels gingen laten doen. Dat was ook door Chinezen altijd. Ook met die ventilator hier. Die hygiëne is gewoon niet oké. Maar die mensen zijn zo lief. Niet normaal. Oh mijn god, stel je voor dat je zulke lange teennagels hebt. Zo ranzig. Oké, ik ben nu even op de wc en ik dacht, ik laat even weten wat ik ervan vind tot nu toe. De tenen zijn aan het drogen, maar ik moet je eerlijk bekennen, de mensen zijn echt ongelooflijk lief. Echt, ik voel me gewoon schuldig dat ik deze video maak. Kijk, de salon zelf is gewoon echt zo oud en vies en niks aan gedaan. Wat mij opviel, dat mijn teennagels kregen geen base coat, geen topcoat. Nee, het was gewoon een pedicure. Eelt werd er even afgerapst, geraspt. Toen deden ze gewoon huppa de nagellak erop, één laag en dat was het. En af en toe was het ook best pijnlijk. Maar ja, dat is volgens mij wel normaal bij een pedicure, dat het af en toe pijn mag doen. Als het toont dat het ging bloeden, maar gelukkig is dat dus niet gebeurd. Als het gaat bloeden, nou, dan zou ik echt woedend worden. Dit is het resultaat. Ik doe even plastic om mijn voeten, want dan gaat het niet beschadigen. Of zou deze even kort maken, ja? Het is wel een nieuwe fashion, een nieuwe trend. Ja, nu wel. Beter, oh ja, dat is beter. Beter dan. Ja, speciaal shoppen. Ik heb een andere zakje voor jou mee te nemen. Lukt wel, ja? Ja, helemaal goed. Ja. Nou, we hebben het overleefd. We hebben het overleefd. Onze voeten zijn niet gaan bloeden. Nee. En het resultaat is op zich best prima. Ja, best wel oké. Ik had het veel erger verwacht. Ja. En ik dacht ook dat ik allemaal wonden zou krijgen. En echt vet dat het ziek pijnlijk zou zijn. Maar ja, het was een beetje af en toe pijnlijk, maar het viel eigenlijk best wel mee. Ja, de zaak zelf, ja, het zag er niet top uit. Het is gewoon heel ranzig en oud. Ja. En ook de nagellakjes op de muur. Volgens mij is die nagellak gewoon al 15 jaar oud. Maar de mensen, nou vooral die man, was zo lief. Weet je, die deed echt wel echt heel erg zijn best. Ja, nee, het was echt een liefje. Elise loopt dus zo rond op straat. Oh my god. Love it. Nieuw fashion, nieuw style. En ik moest dus echt zo erg lachen. Om toen zij mijn eelt ging schrapen. Ja. Dat vloog dus alle kanten op. Dat was wel echt heel nasty. Mijn eelt zag ik door de hele winkel heen vliegen. En dat landde op haar schoen. Zo'n stuk nat eelt van mij. Had ze een mondkapje op of zat het in haar mond ook? Zat het ook in haar mond? De recensies die ik hier dan over heb gelezen, vond ik wel een beetje overdreven. Ja, ik ook. Niet mee eens dan, toch? Nee. Nou jongens, hey! Hey! Einde van de video! Dankjewel voor het kijken. Ja, superleuk. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Dus doe dat even dan. Doei! Mwah.